volkscafés zie je niet zo vaak meer als vroeger, toch bestaan ze nog, zelfs midden in het platteland. Café Het Slachthuis in Vianen is zo'n typisch volkscafé. Volkscafé typeert in feite een plaats waar de mensen heel graag samenkomen. En waar er grapjes verteld worden, waar het gemeentelijk nieuws verteld wordt. En waar er af en toe eens met de kaart gespeeld wordt. Een soort buurtbabbelcafé zou ik zeggen. Dit café bestaat reeds, ik ben de derde generatie. Dus dit bestaat zeker minimum 50 jaar. De naam van het café is Café Het Slachthuis. En heeft zijn oorsprong omdat er hier rechtover een slachthuis was. Dat nu reeds enkele jaren gesloten is. Maar dit café heeft de naam behouden. Mijn vader was bierhandelaar. Mijn ouders hebben dat hier overgenomen in 1964. Ik was toen maar 8 jaar. En sinds het overlijden van mijn papa heb ik besloten om dit café verder te doen. De prijs van een pint vroeger is enorm verschillend. Vroeger zal de prijs zelfs lager gelegen hebben als 10 frank per pint. Maar de juiste kostprijs ken ik er niet van. Dat zal merkelijk veel minder geweest zijn. Ik ben aan het pogen om de prijs nog zo goedkoop mogelijk te houden. Want hier is het trouwens nog steeds 1 euro voor een pintje of een glas bier. Dus het is heel goedkoop. Doodgewoon, ik wil dat zo houden, omdat zo de mensen gemakkelijker met elkaar in contact komen. En het is gemakkelijker om iets te vertellen met een pint in de handen, zo, die niet te duur is, zal het zo zeggen. De Lotto is hier van in het begin reeds. Dus het is uitzonderlijk volgens mij dat er lottoformulieren kunnen ingediend worden in een café. Het kweekt ook een zekere band met de klanten. Dus de mensen komen een pint drinken en kunnen tegelijkertijd in feite spelen met de Lotto. Er zijn hier al enkele winnaars uit de bus gekomen, maar ik ben het niet. Maar desondanks dit zou ik toch verder doen, dat ik moest een winnaar zijn, zou ik dit volkscafé toch proberen, als mijn gezondheid het toelaat natuurlijk, te houden. Omdat ik hou van het sociaal contact en dat is voor mij voldoende. De toekomst voor de volkscafé is niet zo gemakkelijk, denk ik. Deze week las ik nog in enkele bladen dat er bepaalde cafés sluiten. Door het feit dat er geen overnemers meer zijn. Dus dat de wet enorm moeilijk is geworden. Dus het bier wordt nu terug duurder. Dus, en ook de alcoholcontrole speelt een bepaalde rol, denk ik. Ik heb het voordeel in feite dat ik hier veel klanten heb die met te voet komen. Dus in feite mensen die hun wagen niet meer hoeven te besturen. En dat speelt. Dus ik denk dat dit volkscafé de toekomst nog zal kunnen blijven.